Rot op. Yo mensen of gamers, ik ben Merit en vandaag zijn we weer in Tale of the Empires met Jurre, Chris en Anton. Yeah. En Chris is de winnaar van de vorige invite. Ik weet niet, Chris, stel je even voor aan de kijkers. Ik ben Chris, ik ben 12 jaar en ik heb de invite gewonnen. Hey. Heb je verder nog specifieke informatie? Baksteen voor de win. Nou, kijk, en daarom hebben we hem uitgekozen. Ja. Dus volgens mij hebben we op een ander eiland van ons hebben we wel een rivier zitten waar, misschien baksteen, waar we klei kunnen vinden. Maar we zijn hier met Anton dus. Anton was de vorige keer in dat leuke dirthuis aan de overkant. Jurre die was er niet bij, die was aan het slapen in zijn zandkasteel. En we hebben nog Rodin. Rodin die is offline. En Kees en Alba, dat zijn twee andere nieuwe spelers. Die ken je misschien wel van King Wars, Morgrun. Kanaal van Kees staat in de beschrijving. Alba heeft volgens mij geen kanaal, is wel onderdeel van Yennava. Dus ik kan je wel Yennava in de beschrijving zetten, maar daar ben ik te lui voor. Hey. Laten we gewoon zeggen, hou het op Alba. En zoals je ziet, er is veel bijgebouwd. Volgens mij is dit ding geüpgraded, ik weet niet of het zit, maar in ieder geval van binnen wel. Er staan kisten in, de kisten zijn voller. Er staat nu een enchanting ding hierboven, tussen de pumpkins. I don't know why. Wacht, hier staat een crafting table, die hoort hier niet. Die mag je afruimen. Het is hier vol, het is hier voor, jongens, het is hier te vol. Als er even twee van jullie even de farms gaan fixen. Hadden we al gedaan, kijk dan. Ja. Alsnog, er zijn vast nog wel meer wiet of zo erachterin. Oh ja, is goed. Hier hebben we een kippenfarm, daar komen ze daar nog even terug. Dit is de molen, is nog niet ingericht, maar hier staat onze spawn in. Als we spawnen, spawnen we in de molen. Hartstikke vet. Staat ook in Morgrun trouwens. Hebben we hier de netherpoort op van de achterkant afgesloten, zodat er monsters doorheen kunnen lopen. Jurre, waar staat het bos in de fik? Dat bos in de fik? Ja, dat was net ook. Oh, en daar is de varkensfarm. We hebben een beetje uitgebreid volgens mij sinds de vorige keer. We hebben vanochtend een paar schapen gevangen, dus die zitten er dus ook in. Dit is trouwens een kiphok. Hartstikke leuk. Er zit geen kip in. Die zit er namelijk onder. Want Dubrovnik, onze grote vrienden uit het zuiden, die hebben ons kippen gegeven. Een paar eitjes. Hier hebben ze een... ik weet niet, Anton, heb jij dat gemaakt met die eieren? Dat ze nou inschoven, hebben hun dat gemaakt? Nee, dat heb ik gemaakt eigenlijk. Oké. Nee, maar die hadden dan, wij hebben dus hier kippen. Kijk, komt een eitje en die gaat dan zo door de, in de wopper. Dropper, mopper. Kijk, en die komt er in de chest. Super cool. Dit is trouwens daarachter hoor. Dit is, hier kan je gewoon eitjes uitpakken, weet je wel. Hartstikke chill. Doe even de veertjes bij elkaar. Zo. En een eitje. Niet doodmaken, AUB. Nee! Ik heb zoiets. Ik heb zoiets. Nice. Die gaan we even gebruiken om... Kippen neuken. Meuken, bitch. Je hebt wel meer iets. Ik heb nog wel wat voor je. Nou, ik heb precies meer nodig. Ze zijn al aan het vangen. Ja. Nou, dan gaan we weer even naar boven, want er is nog meer bij. We hebben aan deze kant, daarachter staat op een strand staat een huisje. Ik weet niet wat we daar moeten doen. Ik denk dat we daar een soort van haventje moeten gaan maken. Het huisje een beetje van gaan verbouwen. En dat kennen jullie al, dat zijn de twee huisjes met de farm. Hier is de farm uitgebreid. Huisje van Alba, dat is Sick Alba dus. Dat is ook dus een nieuw speler. Daar is Kees op huis aan het bouwen. En waarom zijn die zulke hoge bomen? Holy shit. Dit is de put, niet invallen, want dan kom je niet meer uit. De kleine pumpkin farm, die heb ik uit de mines gehaald. En dit is het huisje van CRK Minecraft. Van Chris. Is toch niks. Echt heel origineel. Ligt een bed. En ja, dat is het ongeveer. Ik heb helemaal geen huis. En wat we vandaag gaan doen, is namelijk... We hebben een paar cactussen. Die zitten hierin. Ik weet het, zullen we een cactusfarm gaan maken op het strand? Idee? Ja, I like it. Alright. Ja, is goed. Ik moet hier wel... Ja, oké. Okay. We hebben 6 cactussen, dus die plaatsen wel... Zullen we dan iets om een redstone ding omheen bij maken, of is dat denk je onnodig? Ja, hoeft niet. Ik zou dat doen. Je hoeft geen redstone te gebruiken. Ja, een niet? Blokje plaatsen kan ook, ja, maar... Nee, het gaat echt heel makkelijk. Oké. Okay. Hoe dan? Met de hand hakken. Ja, zoiets. Ach, wat. Oh, trouwens, ik weet niet of jullie dat had gezien in de vorige episode, maar hier zit de mine. Ik weet niet. Hebben mensen dat gezien? Die is heel diep. Maar,
weet je wat, we gaan even wat, het eiland verkennen. Want ik heb vanochtend toen wij die schapen aan het vangen waren, Anton en ik. Toen zagen wij een koe hier rondlopen. Dus als we nou koeien gaan, even gaan vangen. Ja. Zou wel chill zijn. Er is er ook wiet voor nodig. Ja, ik heb bijna een stack wiet in mijn hand dus. Trouwens, Anton, er is laatst iemand op de tegenkomen, heb ik gehoord. Ja, klop ik even in. Ja, van Quantum. Wat er dus gebeurd was Kevin, een Kev van Quantum, die was niet op te tegenkomen zonder toestemming, dus toen is bijna iedereen online gekomen, behalve ik, en daar hebben ze hem afgeslacht. Yep. Oh, daar is trouwens toch suikerriet, daar hebben we ook nog, hè? Dat zit onderaan de heuvel. Ik weet niet of mensen dat hebben gezien, maar we hebben een heuveltje en daaronder zit nog zit ik heb ook nog heel veel suikerriet hier. Ja, dan weet je wat, we gaan wel onderweg naar jouw leuke kasteeltje, oké? Okay? Oh, je doet maar. Gaan we dat even laten zien. In ieder geval, dit eiland is niet zo heel veel groot, maar we hebben meerdere eilandjes. Oh, wat is dit? Oh ja, zo'n grot, die heb ik helemaal... Waarom zit er zo'n rare dirtlijn, hoort dat? Fuck, het ziet er heel raar uit. Oh, ja. Pas op, er staan monsters. Waarom zijn er zo weinig monsters? Normaal is dat wel vol. Fuck. Oké. Okay. Ah, daar is Jurre's fort. Bewaakt door een skeleton. Hoppa, dood. Dit is het fort van Jurre. Super sexy, hartstikke goed beveiligd ook. Hoe kom je erin eigenlijk? Niet, dat is het probleem. Erin. Nee, via de achterkant. Oh, hey, huh? Wat? Is dat je homie hier? Ja. Hallo, mogen wij naar binnen? Hallo. Hallo. Het is hartstikke leuk. Jurre heeft hier een pruthut, een paar boompjes en een farm. Jurre, ik help je even met je farm. Oké. Okay. Hier heb je een beetje wiet. Tadaa. En hier is Jurre's mijn. Jurre, ik ben hier trouwens een keer toen ik gaan minen, kwam ik hier uit op jouw mijn. Ben ik naar boven kunnen lopen. Ik had hout nodig, dus ik ga naar die chest, pak er hout uit en mijn... hout uit. En toen ben ik hem weer geperst. Maar in ieder geval, we hebben dus... er is dus zoals je ziet al best wel veel bijgekomen. Inclusief de cactusfarm nu. Cactus. We gaan weer even teruglopen. Maar er zijn dus meerdere eilanden, dus ik denk, weet je wat, we gaan even bepalen, wat vinden jullie, de kijkers? Moeten wij binnenkort naar een ander eiland even toe, die we nog niet hebben verkend? We hebben een paar eilanden, hebben we best wel verkend al hoor. We hebben ook nog een eiland hebben verkend, maar die hebben we niet leeggehaald. Er is één eiland, daar gaan we spoorrails naartoe maken, daar willen we al iets gaan maken. Maar als jullie willen dat wij een keer naar een ander eiland gaan ofzo, iets gaan verkennen van ons land, want we kennen natuurlijk nog niet het hele land. Het staat wel op de kaart natuurlijk, maar er zijn nog een paar kleine eilandjes waar we niks van weten eigenlijk. En dan het grootste eiland, die hebben we ook al onderzocht. Die is pittig groot. En hopelijk zit daar klei dat we bakstenen kunnen krijgen en dan hebben we gewoon... Dit is nog het grootste eiland. Oh, trouwens, dit is een van de kobbelplatform waarmee ze bezig zijn for no fucking reason. Ik heb geen idee wat het wordt. Hier wouden we een dorpje gaan maken, maar ik denk dat dit stadsmuren zijn of zo, die nog niet helemaal af zijn. Ja, denk ik ook. Nee, Anton, jij bent ermee bezig, dus ga dan niet zeggen als je het denkt. Domme lul. Holy shit, dit is best wel lang. Maar hier willen we dus het verdedigingsdorp maken, dus daar staan gewoon huisjes in, een paar uitkijktorens bij en zo. En volgens mij in het midden komt daar een klein kasteeltje binnenin, maar dat is het dan ook. Ik zie dat we varkens lopen, dus waarschijnlijk ben ik dicht bij de varkensfarm. Nee. Oh nee, dit is gewoon het gat waar iedereen in flikkert de hele tijd. Waar allemaal deurtorens in staan. Welk gat? Nou, ik weet niet. Ja, daar rechts. Oh, hi. Iedereen is me gaan volgen. Hi Anton. Leuke boog. Ik ben er niet. Ik weet niet meer eens waar je bent. Maar trouwens, over andere landen gesproken. Want we hadden net over Quantum of zo. Kev die langskwam. Maar hoe zit het dan met... weet een van jullie nog iets over andere landen of zo? Van Dubrovnik ben ik geweest. Dat is gewoon echt huge. Anton. Ga van die cactus af. Oh. Maar Dubrovnik is echt gewoon huge. Volgens mij bij Imperial, terwijl bij Thies, daar ben ik nog nooit geweest. Daar wil ik wel een keer heen, want volgens mij... Die berg is op zich best wel nice. Of ja, berg, het is eerder een soort van klein heuveltje met daar een dikke kuil onder. Ik ga even die brand plussen van jou, Jurre, want het vuur gaat niet verder. Oh. Het is echt een nutteloze... Fire spread weer niet aangezet. Oh, wat een 100% legit server, jongens. Ja, ik wil het zeggen, dat is echt 100% survival. Ja, ja. De bouwwerken zijn in ieder geval wel survival, dat wel. Ja. Maar weet je hoe fucking irritant bij die molen, hè? Eerst had ik die wieken helemaal af. Moesten ze nog een stuk, nog op één blok naar achter.
Dus ik was, mocht die wieken helemaal nieuw maken en achteraf had ik nog een paar wieken vergeten. Daar kwam Chris heel slim mee. Die zei rechtsboven die wieken. Zei ik dat hoort. Oh nee, ik zit bij een ander blokje te kijken. Zo. En daar zit trouwens het huis van... Okay. Maar Anton, jij bent nog... Of Anton, jij hebt nog mij... Surana of zo. Dat was nu van Leon. Oh, ofwel, ja. Wat zeker. Daar ben jij geweest? Is het daar al vet dan? Ik ben daar nog niet geweest. Nee, ze zijn alles aan het afbreken. Of waar ben jij jij bent bij de spookstad geweest zeker? Ja, bij de spookstad. Hoe zag dat eruit dan? Spookachtig. Heeft iemand toortjes? Het huis is wel heel donker. Oh, yep. Dank je. Oh, je hebt zand. Dit is het huis van... dit is het tijdelijke huis van Kees of zo. Ik weet niet. Maar we moeten hier wel even, denk ik, een haventje van gaan maken. Dat is misschien wel een leuk plan. Ja, of een vissershuis. Maar, even, de vorige keer waren wij low aan voedsel. En nu hebben wij genoeg cobblestone. Maar hout hebben we echt weinig van. Dat gaat allemaal op in bouwwerken. Meinert, ja? Cobblestone gaat ook een beetje op. Oh ja? Beetje, kijk maar. Maar bijvoorbeeld in dit kippenhok heeft een stek hout gezeten. Er zit gewoon een hele stek hout qua... Hoezo? Oh, wow, wat heb je gedaan? Gebouwd. Vanochtend kwam ik online en staat er nog een hele chest zat vol met stacks. Ja, dat was vanochtend. Dan moeten we binnenkort weer even gaan handelen met een paar mensen. Maar, of iemand houdt voor diamonds. Houdt voor diamonds. Maar in ieder geval, dus Anton, ik denk dat we binnenkort wel even moeten vragen aan een paar andere landen of we daar even langs mogen komen. Want ik ben echt benieuwd hoe het bij anderen staat. Hier, natuurlijk, hier, wij zitten op zee, dus dat is iets moeilijker te bereiken. Natuurlijk moet je altijd wel even de zee oversteken. Ik ga even de schapen en even alles. Oh, ik ga even een paar varkens afslachten. Al die varkens. Oh ja, daar hebben we ook nog kunnen gebruiken van enchanten. Weet je wat we moeten doen? We moeten eigenlijk een vis hangen enchanten. Dat deed jij ook vanochtend, Chris. Stop maar weer met de varkens. Zijn wel denk ik genoeg. Ik heb een halve sterk dus. Schaapjes, kom maar. Ja, lekker fucken. Hey, ja, daar, ja, daar. Ja, daar. La 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 la. Iedereen in de farm. Oh, vooral zijn varkens, what the fuck. Snel eruit, voordat ze ontsnappen. Oh, dan ontsnapt een schaap uit. Oh, dat is Jurre. Auw. Ik viel bijna dat ding. Oh, cactus. Maar trouwens, Chris heeft de vorige invite gewonnen, dus we geven dus deze aflevering geen invite weg. Zodra we weer een invite weg kunnen geven, geef ik die zo snel mogelijk weer weg, hoor, want ik vind het echt... De vorige keer hebben jullie echt met honderden, was meer dan 100 likes. Hier zie ik nog een schaap. Jurre, wat de fuck heb je gedaan hier? Wat, waar? Er loopt hier een schaap in het bos. Ja, man. Awkward stilte. Maar de vorige video hebben jullie met 100 likes opgegeven. Ik vond het echt te vet, want ik heb echt... De laatste keer dat ik 100 likes kreeg was op de finale van de tyrannie van Koning Meinert. Dat was gewoon echt een huge video. En dat was gewoon... De eerste video was gewoon... Jurre, jij domme lul. Nee. Waarom doe je dit? Nee, gast. Zo. Wat ben jij dan weer doen, Chris? Weet niet. Oké, maar mensen, ik denk dat dit weer de video was voor vandaag. Check even de beschrijving voor de mensen die in deze... op dit moment in de... God, ik word afgeleid op het kutvuur. Die nu in Eratorn zitten. En vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te reageren. Abonneer en geen groen duimpje. Je weet zelf. En hey, koe, kijk. Die wou je toch? Ja, toch? Die zie je aankomen zwemmen. Wauw. Oh, daar is er nog één. Oh, wacht. Oh, wat? Die staat er... allemaal. Oké, die moeten we zodra even gaan vangen, jongens. In ieder geval, mensen, dit was weer de video voor vandaag. Mensen, abonneer, reageer, groen duimpje. En mensen, ik check jullie later. Woo!